Hallo, mijn naam is Annika Jaarbroer, beweegcoach senioren. Leuk dat u meedoet. Bewegen is natuurlijk altijd goed, maar zeker als u ouder wordt is het goed om er extra aandacht aan te besteden. De beweegrichtlijnen voor ouderen adviseren om minimaal 2,5 uur in de week matig intensief te bewegen, bij voorkeur verspreid over de week. En om minimaal 2 keer in de week spier- en botversterkende oefeningen te doen, het liefst in combinatie met balansoefeningen. Vandaag gaan we aan de slag met beweegcoaches Jerry en Ine. Maar voordat we beginnen, letten we even op de veiligheid. Zorg ervoor dat u voldoende ruimte om u heen heeft om te bewegen. Let op dat u geen lamp of vaas omstoot. Verder is het goed om goede schoenen aan te trekken. Beweeg niet mee op sokken of op sloffen. Verder is het handig om een stoel bij de hand te hebben voor een extra steuntje. En let erop dat u een telefoon in de buurt heeft liggen. Dan wens ik u veel succes en beweegplezier. Hey, fijn dat jullie er weer zijn. Ine zit op de stoel, dus ook alle oefeningen op de stoel. Lekker weer de warming-up. Ontspannen staan. We gaan onze hand boven onze arm uitstrekken. En strekken betekent dan je hele lichaam. Is dit te hoog, dan pak je hem rustig iets lager. Ben je er klaar voor? Oké, dan. Daar komt hij. Maak rustig alvast een beetje lang. Zodat je lichaam alvast een beetje wendt aan die strekking. Vier, drie, twee, go! En maak je lichaam lang en lang. En probeer die arm boven je hoofd uit te krijgen. Als dat niet lukt, schuin naar voren. Dat mag ook. Kom maar. Hup, daar komt hij. Go! En draai op de bal van je voet mee naar buiten. Hup. Dan krijg je nog meer effect. Ga door. Go! Hup. In vier, in drie, van onderuit. Yes! Omhoog en hoog. En je zakt door je knieën. Hup. Lekker. Ga door. Knieën niet naar voren, zit vlak naar achteren. Weer naar voren. Helemaal lang. Daar komt hij. Nog vier. Nog drie. Hand naar je knie. Draai weg, weg en weg en weg. En als dit tempo te hoog is, het langzamere tempo. Nog acht. Nog zeven. Nog zes. Nog vijf. Vier. Nog drie. Nog twee. Oké. En rust. Hoi. Ine op de stoel. Annika op de mat. En we gaan weer hard werken. Yes, go. Linksboven, yep, van links naar rechts, beneden, beneden, hup. Tik flink hoog aan en maak hem diep. En daar komt ie, yes, hak, zit vlak, kom op, trek maar aan. Let op, let op. Handen aan je schouder. En je mag een klein geluidje erbij geven. Yes! Stappen. Tempo omhoog. Stapje naar voren, stapje terug. In 4, 3, 2, 1. En als je wilt, mag die iets verder, hè? In 4, 3, 2, 1. Links, rechts. Boven en boven. Beneden, beneden.
en hard zit vlak. Come on. En nu, met stapje naar voren, haal je handen omhoog. In 4, in 3, in 2, eerst. Stappen. Stapje naar voren, je neemt je hand ermee omhoog. 4, 3, 2, 1. En stap. Breed smal. In 4, in 3, in 2, in 1. Go. Breed en smal en rust. Oké, vandaag gaan we een spierversterkende oefening voor de benen doen. Dat gaan we doen in de vorm van fietsen. Je kunt of je handen gebruiken, kijk dan naar Jerry, of je pakt de handen gewoon lekker op de benen en laat ze los. Pak de uitgangssituatie van je zithouding weer even goed. Knieën niet voorbij de tenen, je schouders zijn laag, je nek is ontspannen en de achterkant van je leuning is weer vrij van je rug. Daar gaan we. Zet je voet omhoog en maak een fietsbeweging. Zet je voet niet op de grond. We blijven continu die fietsbeweging maken. Hier. We doen er weer 8. Keurig. We gaan even naar de andere kant. Hef je been. Maak je teen lang. En kom weer terug. Hou je schouders mooi laag. Dit is 4, 5, 6, 7, 8. Keurig. De volgende beweging gaan we met het been hetzelfde doen, maar we gaan onze armen ermee bij bewegen. Dus je blijft fietsen, maar je komt met je armen steeds naar voren. Daar gaan we. Been omhoog, blijf fietsen en je armen gaan eigenlijk mee naar voren. 4, 5, 6, 7, 8. Draai om naar de andere kant en beide armen weer naar voren. Strek je uit. En blijf fietsen met je been. En de laatste is 8. Keurig. Voor de laatste oefening gaan we wat naar achteren zitten, want we gaan proberen om de benen van de vloer te houden en toch te fietsen. Je mag gerust even nu met je rug wel tegen de leuning aan gaan zitten. Daar gaan we. Blijf trappen. Let op je ademhaling. 5, 6, 7. 8 en zet je voet weer neer. Keurig. Dit was de spierversterkende oefening in combinatie met het fietsen. Oké, vandaag gaan we verder met weer een balansoefening die eigenlijk hoort bij de spierversterkende oefening van het fietsen. Jerry en Annika, die hebben allebei de hulp van de stoel. Dat kunt u dus thuis ook doen. Of u gaat lekker met mij mee zonder een stoel, maar zorg dan wel dat u een stoel in de buurt heeft voor het geval u uw evenwicht verliest. Dan heeft u even steun. Wat we gaan doen is het volgende. U begint met een zijdelingse pas, dus dat u zet uw voeten een beetje uit elkaar. U probeert om één been te heffen. En dan gaan we de fietsbeweging maken zoals we die zojuist geoefend hebben toen we op de stoel zaten. Kijk maar eens of het gaat. 5, 6, 7, 8. Helemaal goed. We gaan even naar de andere kant. Probeer je balans even te pakken. Pak een stoel als je hem nodig hebt. En daar gaan we. Omhoog.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Helemaal goed. Dit is dus eigenlijk een balansoefening waar je het fietsen verder door kunt oefenen. Tot de volgende keer. We sluiten af met een zwaaioefening voor de benen. U mag iets naast de stoel komen staan. En we gaan één been ontspannen zwaaien van voor naar achter. Let erop dat het standbeen wat op de grond staat iets gebogen is. En het been zwaaien we rustig ontspannen van voor naar achter. Hoeft ook niet te hoog te zijn. Het is puur als ontspanningsoefening bedoeld. Hetzelfde kan ook iets naar de zijkant zwaaien. Dus we komen achter de stoel staan. En het been gaat van voor langs, iets naar zij. Let erop dat je bovenlichaam mooi rechtop blijft. En dat je rustig ontspannen meezwaait. Dan wisselen we door naar de andere kant. Zelfde oefening. Je blijft achter de stoel staan. Dan gaan we naar het andere been. Zwaai weer voorlangs. Naar zij. Goed, zet weer neer. Stap door naar de andere kant. Been wat we nog niet gehad hebben met voor-achter zwaaien. Houd het been aan de grond iets gebogen. En zwaai ontspannen mee. Zet het been weer neer. Als laatste draaien we de enkels nog even los. Het kan of met de bal van de voet aan de grond draaien. Als u het prettiger vindt, mag het ook in de lucht op deze manier. Draai ook even de andere kant op. En sluit weer bij. Gaan we ook nog even naar de andere voet. Voet in de lucht. Of de bal van de voet aan de grond. En ook deze, even de andere kant in draaien. Rustige grote bewegingen. Sluit weer bij. En dan zit het er weer op voor vandaag. Als laatste wil ik u hartelijk bedanken voor het meedoen. Blijf vooral lekker in beweging. Maar wilt u nu meer informatie over sport en beweegaanbod in de buurt? Raadpleeg dan onze GoFit beweeggids. Deze is op diverse plaatsen verkrijgbaar, maar ook zeker op onze website www.gowaalwijk.nl. Als laatste wil ik beweegcoaches Ine en Jerry nog even bedanken. En natuurlijk Langstraat Media. Hartelijk bedankt. En graag tot de volgende keer.